Daan Smit. 5-1 overwinning op Brielen. En daarmee de Voetbal Rijnmond Cup gewonnen. Ik denk doelstelling die vooraf duidelijk was. Nee, zeker. Een mooi slot van het seizoen. Competitie goed geëindigd. En dit was eigenlijk waren we het gewoon aan onze stand verplicht om te winnen. En slechte eerste helft. En ik denk dat we de tweede helft toch nog wel iets hebben gegeven voor het publiek ook. Dus nee, tevreden. Ja. Ja. Eerste helft kom je snel op voorsprong. Daarna wordt het, maak je het jezelf vooral denk ik een beetje lastig. Met gevolg tot een 1-1 ruststand. Is ook zo. Nee, joh, we hebben heel veel kansen op ieder geval. Heel vaak buiten spel staan, heel veel loop met de bal. En we hadden gewoon al lang met 3-4-0 voor moeten staan voor rust. En zij schieten de 1-1 binnen, goede goal. Maar dat mag ons niet overkomen. En gelukkig kon de tweede helft herstellen. Maar de eerste helft was alles behalve goed inderdaad. Ja. Was het dan ook in de rust een item van jongens, hey, wel een beetje scherp blijven? Want we willen wel heel graag winnen. Ja, tuurlijk. Nee, trainingskamp is denk ik een van de leukste dingen als amateurvoetballer om mee te maken. En, maar Sluis is niet zo gezegend dat we altijd op trainingskamp gaan. Dus we moesten ook gewoon winnen. En dan is dat in de klikaan wel een ding. Dat we er niet te gemakkelijk over moeten denken. En dat we gewoon ons eigen spel moeten gaan spelen. En gelukkig kwamen we heel snel op 2-1. En toen was het ook wel redelijk gedaan weer. Maar het was geen hele makkelijke situatie in de rust inderdaad. Nee. Ik denk dat het ook gewoon sowieso wel lastig is als je competitie een week of 3 geleden al klaar is. En je moet dan nog een aantal weken doortrainen om dan toch deze cup nog te spelen. Was dat nog lastig voor jou bijvoorbeeld? Nee, ik denk juist helemaal niet. Ik denk dat het wel lekker is even een beetje het gas eraf om weer even te herstellen. Dus dat heeft denk ik absoluut geen invloed gehad. Nee. Ja, nu zomerstop. Opladen voor het nieuwe seizoen. Ook een prima seizoen geweest natuurlijk. Wat ga jij de komende weken doen? Lekker op vakantie met mijn vriendin. En daarna gewoon gaat het allemaal weer beginnen. Mijn stage, mijn school, werk, voetbal gaat dan weer beginnen. Dus ik ga eerst even 2 weken genieten en dan op naar volgend seizoen. Hoe heb jij het afgelopen seizoen eigenlijk beleefd als team, maar ook als individu zijnde? Als team denk ik dat we heel erg gegroeid zijn. Heel veel jonge spelers zijn erbij gekomen. En als je ziet hoe die zijn gegroeid dit jaar, dat is eigenlijk, had niemand dat verwacht. En ik denk sinds de tweede periode zijn we gewoon een topploeg in de tweede divisie. En dat waren er daarvoor absoluut nog niet. Maar we zijn gewoon heel erg, iedereen is gewoon een stuk beter geworden. Dus dat is alleen maar de verdienste van het team, van de trainer, die ons toch op een andere manier heeft laten voetballen. Ik denk dat we hierop door kunnen. We blijven redelijk bij elkaar. Persoonlijk denk ik een normaal seizoen. Niet redelijk fit gebleven qua blessures. Weinig wedstrijden gemist, daar ben ik wel blij mee. Ik denk wel dat ik nog fitter en beter kan. Dus ik hoop dat volgend seizoen nog een tandje erbij te kunnen zetten. Ja, nou, geniet van je zomerstop en tot volgend seizoen. Ja.